In hoofdstuk 8 staat alles in het teken van de industriële revolutie en de industriële samenleving die daaruit voortkomt. In paragraaf 8.2 tot en met 8.5 hebben we de gevolgen voor Nederland en West-Europa gezien op allerlei mogelijke gebieden, met name uh, de politiek en hoe de samenleving in elkaar zat. Nu gaan we in 8.6 kijken naar een ander gevolg van die industriële revolutie, namelijk een modern imperialisme. En dat modern imperialisme kent verschillende kanten. Het kent de politieke, een economische en een culturele kant. We gaan eerst eens even kijken waar het moderne imperialisme vandaan komt, voordat we gaan kijken naar wat het nu eigenlijk precies is. En om te kijken waar het vandaan komt, moeten we helemaal terug naar hoofdstuk 2. We zien hier het Romeinse Rijk, oftewel het Romeinse Imperium, dat we in paragraaf 2.2 hebben behandeld. En dan heb je dat weer, dat woord Imperium. Net zoals dat woord Imperialisme uit de titel van deze paragraaf. De Romeinen noemden hun rijk een imperium, een heel groot rijk. En Imperialisme. Dat komt daar eigenlijk uit voort. Imperialisme staat namelijk voor het veroveren van een groot rijk. En dat is niets nieuws in de geschiedenis. De Romeinen deden het dus al. We hebben het nog veel vaker gezien in de geschiedenis. En ja, vanaf 1870, 1880 ongeveer, begint er een nieuwe vorm van imperialisme. Dat is dus dat moderne imperialisme. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daarvoor moeten we even terug naar hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. In hoofdstuk 5 beginnen de Europeanen met de Europese expansie, daardoor ontstaat er een wereldeconomie waarbij er uh, allerlei koloniën veroverd worden door de Europeanen. Nou ja, en je ziet dat daar al op het kaartje staan, het gevolg daarvan rond 1750 is dat de Europeanen overal ter wereld te vinden zijn en dat ze overal op de wereld uh, grotere en kleinere gebieden in handen hebben. Maar dat kolonialisme dat kenmerkte zich als volgt eigenlijk. Um, het was vooral gericht op de handel die over zee plaatsvond en die handel werd vooral gedreven in de kustgebieden vanuit versterkte plaatsen zoals bijvoorbeeld forten of factorijen. Als je naar dat wereldkaartje kijkt en je kijkt dan naar Afrika of naar Azië dan zie je dat daar de Europeanen wel aanwezig zijn maar dat dat kleine gebieden aan de kust zijn. De Europeanen kwamen nauwelijks in de binnenlanden. Dat vonden ze niet interessant want zij handelden vooral vanuit de factorijen die aan de kust lagen. En zij waren dus ook niet op uit om die koloniën verder te veroveren. Amerika vormt daar een uitzondering op, maar daar komen we dadelijk nog even op terug. Dit is dus het kolonialisme zoals dat vanaf 1500 ongeveer uh, plaats gaat vinden. Vanaf 1870 komt er dus verandering in. Wordt dat kolonialisme, modern imperialisme. En wat zijn dan de verschillen? Nou ja, als je hier naar de kaartjes gaat kijken, dan zie je al verschillen. Links hebben we het kolonialisme zo rond 1750. En rechts hebben we het moderne imperialisme 150 jaar later, rond 1900. En je ziet dat dan de wereld compleet anders is ingedeeld. Even naar de verschillen kijken tussen het moderne imperialisme en het kolonialisme. Nou, een eerste verschil zie je ook al meteen op uh, de kaartjes. In het moderne imperialisme uh, waren de Europeanen veel meer bezig met de verovering van de kolonie. En die kolonie werd ook veel intensiever bestuurd door de Europeanen zelf. Kijk maar even naar de kaartjes boven. Uh, op het linkerkaartje zie je dat uh, Afrika en Azië uh, voor een groot deel niet in handen zijn van de Europeanen. En op het rechterkaartje zien we dat de Europeanen juist grote delen van Afrika en Azië hebben ingenomen. Ze hebben die gebieden veroverd en ze besturen die voortaan ook zelf. Een tweede reden volgt hieruit: dat is dat in het moderne imperialisme de koloniën veel grondiger geëxploiteerd werden. De Europeanen wilden graag die koloniën veroveren, zodat zij de bevolking konden gebruiken en zodat ze er allerlei grondstoffen uit konden halen. De Europeanen gebruikten de kolonie dus veel meer. En sommige mensen zouden ook zeggen: de Europeanen misbruikten de kolonie dus veel meer. Nogmaals, in het kolonialisme waren de Europeanen niet geïnteresseerd in het binnenland en in het moderne imperialisme juist wel. Een uitzondering hierop vormt eigenlijk in die koloniale tijd al Amerika. Daar zien we dat de Spanjaarden en de Portugezen grote delen van Zuid-Amerika hebben veroverd. Kijk maar op het kaartje links. Maar als je naar het kaartje rechts kijkt, dan zie je dat rond 1900 juist al die Spaanse en Portugees kolonieën in Zuid-Amerika onafhankelijk zijn geworden. Maar dat juist in Afrika en in Azië de bemoeienis van de Europeanen steeds groter is geworden. En het moderne imperialisme vond dan eigenlijk ook alleen maar plaats in Azië en in Afrika. En ook zie je dat er in dat moderne imperialisme allerlei andere landen deel zijn genomen uh, die uh, nog niet deel hadden genomen aan het kolonialisme. Kolonialisme werd vooral gedaan door Portugal, door Spanje, door Engeland, door Frankrijk, door Nederland, door nog wat andere landen. Maar uh, dat moderne imperialisme. Daar uh, deden bijvoorbeeld ook de Duitsers en de Italianen mee en we zien zelfs dat de Amerikanen, die zelf een kolonie waren geweest, aan modern imperialisme gingen doen. Nou ja, waarom wordt er dan aan dat modern imperialisme gedaan? Waarom komt er ineens zo'n verschil in? Wat zijn de oorzaken daarvan? Die oorzaken die kun je indelen in drie categorieën. Economie, politiek en cultuur. En de belangrijkste oorzaken voor het moderne imperialisme, die liggen toch in de economie. Die liggen namelijk in die industriële revolutie. Door die industriële revolutie groeide de industrie heel erg en daardoor kwam er uh, meer behoefte aan grondstoffen en kwam er vooral ook behoefte aan nieuwe grondstoffen. Uh, de automobielindustrie kwam rond 1900 heel sterk opzetten en uh, daarvoor was bijvoorbeeld rubber nodig. En rubber was een uh, product dat in de Europese landen nauwelijks voorkwam, maar wat wel in Afrika en in Azië voorkwam. En daarom was het dus belangrijk om die kolonieën met die grondstoffen in handen te krijgen. En als je dan eenmaal grondstoffen uit de kolonie had gehaald en je had er in Europa producten van gemaakt, dan kon je die kolonie ook weer gebruiken om daar je producten te verkopen. En die kolonie zorgde dus niet alleen voor grondstoffen, maar het waren tegelijkertijd ook afzetmarkten van die groeiende industrie. En nu zien we dus dat die industriële revolutie ook hier heel erg belangrijk voor is geweest. Nou, er zijn ook een aantal politieke oorzaken. Kijk maar eens gewoon naar het kaartje daaronder. Dan zie je dat de gebieden die de Europeanen in handen hadden in de rest van de wereld vaak veel groter waren dan uh, het eigen land. Kijk maar naar Nederland bijvoorbeeld. Een klein vlekje op de kaart in Europa. Maar als je dan naar Zuidoost-Azië gaat kijken, dan was Nederlands-Indië wel een enorm groot rijk. En dat gaf macht en aanzien. Een volk telde pas echt mee als dat ook grote gebieden veroverd had. Dat was de gedachte die in Europa heel erg leefde aan het einde van de 19e eeuw. Een heel nationalistische gedachte dus. Dan de culturele oorzaken voor het moderne imperialisme. Eentje kennen we er al, want die hebben we al vaker gezien in de geschiedenis. De Europeanen wilden heel graag de volkeren in Azië en in Afrika christelijk maken. Zij wilden het christendom verspreiden en er trokken dan ook allerlei christelijke missionarissen de binnenlanden van Afrika en Azië in om de eh, lokale bevolking te bekeren tot het christendom. Daarnaast vonden de Europeanen dat zij eh, de rest van de wereld eh, misschien wel op moesten voeden. Zij voelden zich superieur ten opzichte van de bevolking van Azië en Afrika. En dit werd ook wel de white man's burden genoemd. De morele verplichting van blank europa om minder ontwikkelde volken beschaving bij te brengen. Nou, wat zijn de gevolgen van dit alles? Wat zijn de gevolgen van modern imperialisme? Ook daar weer dezelfde categorieën. En dan zien we op economisch gebied dat er uh, door die aanvoer van die grondstoffen. Uh, dat er eigenlijk een wereldwijde arbeidsverdeling ontstaat. De mensen in de koloniën die werkten eigenlijk in dienst van de Europese industrie. Op politiek gebied zien we verschillende uh, gevolgen. En een ervan is dat de kolonie natuurlijk hun zelfbestuur kwijtraakte. Ze werden voortaan direct of indirect bestuurd door de Europese mogendheden. Direct wil zeggen dat de bestuurders in die kolonie dat dat Europeanen waren. Indirect wil zeggen dat uh, die bestuurders in die kolonie uh, nog steeds mensen uit de kolonie zelf waren. Maar dat zij luisterden naar wat uh, de Europeanen te zeggen hadden. Een tweede politiek gevolg is dat een deel van de inheemse bevolking vaak werd ingeschakeld bij het bestuur en het leger door de Europeanen. Er werd een bepaalde bevolkingsgroep uitgekozen die de Europeanen moest helpen bij het bestuur van de kolonie. En zo werden bevolkingsgroepen eigenlijk ook tegen elkaar opgezet. En dat zorgde uiteindelijk ook voor de zogenaamde grensproblematiek. De Europeanen keken namelijk helemaal niet naar de verschillende culturen en de verschillende bevolkingsgroepen die er in een gebied leefden. Uh, en daardoor trokken zij soms hele willekeurige grenzen. Kijk maar naar de kaart van Afrika bijvoorbeeld, dan zie je nog steeds dat heel veel grenzen rechte lijnen zijn. En die zijn eigenlijk gewoon op de tekentafel ontstaan. Maar ja, als dan de kolonie uiteindelijk onafhankelijk worden, dan zorgt dat voor een boel problemen. Want er komen volkeren bij elkaar te wonen die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. En dat uh, zorgt ervoor dat veel voormalige Afrikaanse koloniën uiteindelijk in een grote burgeroorlog verzanden als zij eenmaal onafhankelijk zijn. Het culturele gevolg van modern imperialisme is dat de westerse cultuur heel erg wordt uitgebreid en dat tast de lokale tradities heel erg aan. De Europeanen dringen hun eigen ideeën op, hè? die white man's burden, ze vinden dat ze dat moeten doen, maar dat gaat dus ten koste van de lokale tradities.